burger heeft recht op een stuk grond. De regering doet er alles aan om zoveel mogelijk dat recht van elke burger te verwezenlijken. Zozeer dat er momenteel wordt gewerkt aan het automatiseren van het proces bij aanvraag van een stuk grond. Dit om de burger meer zekerheid te geven bij het proces van aanvraag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit systeem helemaal verder wordt uitgebouwd. We zijn vorig jaar begonnen met de eerste fase. Daar konden we alleen de aanvragen digitaal aannemen. Nu hebben we de keten verder uitgebouwd naar de verschillende secties. Elke sectie die een actie moet verrichten, hebben we meegenomen in die keten tot de beschikking wordt opgemaakt. Oké, en waar wil het ministerie naartoe gaan met het digitaliseringsproces? Uiteindelijk streven we naar volledige transparantie. Bij het oud systeem voor januari 2018 kregen de aanvragers nog een handgeschreven LAD-strookje. Het probleem hierbij was dat zelfs de leiding van het ministerie geen inzage had in welke aanvragen binnenkwamen. Omdat het gewoon in een register werd geregistreerd, handmatig. En het werd weliswaar ingevoerd in een computer, maar een computer dat niet aangesloten was op het netwerk. Dus niemand anders zag het dan de Bali-medewerker. Vanaf 2017 is er gewerkt aan het bouwen van een netwerk. En toen dit systeem fase 1 van start is gegaan in januari 2018, waarbij de aanvragen digitaal werden aangenomen, kreeg de leiding dus ook inzage in wie allemaal de aanvragers waren. Het is natuurlijk vervelend als je brieven van burgers kreeg die zeggen van ik heb een aanvraag gedaan, maar jij als leiding weet zelf niet, je kan niet zien in het systeem of die aanvraag er is, wat die aanvraag precies inhoudt. Maar met dit systeem van transparantie denk ik dat we een grote stap hebben gemaakt. En met de launch van vandaag van fase 2, waarbij dus die keten volledig of verder is uitgebouwd, denk ik dat we een nog grotere stap hebben genomen hiermee. Dus uiteindelijk transparantie. Maar het moet uiteindelijk ook ertoe leiden dat aanvragen op termijn sneller zullen worden afgehandeld. Ik wil wel benadrukken dat met dit systeem dat nog niet het geval gaat zijn. We gaan binnenkort wel beginnen met het digitaliseren van alle leggerkaarten en registers. Omdat dat eigenlijk je bron is, je basis is om onderzoek te doen. Om te weten van, is het veilig om een grond uit te geven. Dit systeem gaat ons daarbij nog niet helpen, maar het digitaliseren en het verder aanvullen, het updaten van die kaarten en die registers. En daar gaan we binnenkort ook mee van start. Wat betekent dit systeem voor de burgers? Het systeem betekent dat de burger meer zekerheid gaat krijgen. Ik weet dat we in het verleden gevallen hebben gehad waar burgers een handgeschreven LAD-strookje hadden gehad en ze komen informeren over hun aanvraag bij de balie. We zoeken het en de aanvraag is niet te vinden. Met dit systeem waarbij de burger automatisch een print-out kreeg van zijn aanvraagformulier. Hij kreeg automatisch een LAD-nummer toegekend door het systeem. Hij kan op zijn aanvraagbewijs, zijn indieningsbewijs, zien welke stukken hij heeft ingediend. Dus de burger kan ook zelf controleren welke documenten hij heeft ingediend. Denk ik dat het toch wel meer zekerheid voor die burger biedt. En dat hij weet van mijn aanvraag komt voor in het systeem en het kan niet meer weggewerkt worden. Kunt u ons vertellen over het digitaliseringsproces, welke dus op gang is gebracht bij RGW? Ja, het digitaliseringsproces begon ergens in 2018. In 2018 is de voorkant al gedigitaliseerd. Alle aanvragen worden aangenomen bij de balie en direct in een webformulier ingevuld. Alle onderliggende documenten worden gescand. En het project is begonnen eigenlijk op initiatief van e-government Suriname, die ons heeft ingehuurd als consultant om eerst het proces te bestuderen. Is het proces duidelijk bij iedereen?
doorloop. En dat is dus eerst goed in kaart gebracht en daarna geoptimaliseerd. En toen is er een tool ontstaan daaruit. Dus waar er vroeger een strookje, waarschijnlijk die oranje strookjes, werd afgegeven. Soms vragen mensen er nog naar van waar is mijn strookje? Krijgen ze nu een afdruk van zo'n een LAD-formulier. En het nummer, dat is een hele belangrijke mijlpaal, het LAD-nummer wordt gegenereerd door het systeem. Het is niet meer een mens die plus 1 doet op een LAD-nummer. Dus dat was een hele mooie mijlpaal in 2018. En vervolgens zijn we gaan kijken naar de rest van de keten. Van hoe kunnen we bij de verschillende afdelingen, grondregistratie, grondinspectie, bij de verschillende secretariaten, bij de juridische afdeling, de processen gaan verbeteren. Met een laagdrempelige aanpak, zodat we niet direct gaan van een alle jaren hebben we geschreven en nu gaan we plotseling alles op de computer doen. Dus er is een soort kleine parallele traject geweest en nu merk je zelf van de mensen dat ze zeggen van hey, ik wil dit erbij, ik wil hier een veldje erbij, ik vind het makkelijker zo, ik vind de informatie zo snel, kun je het zo structureren, kun je het zo sorteren. Dus dat is wel een mooi gegeven dat ermee is ontstaan. Wat is de status van het project op dit moment? Scope is steeds geweest nieuwe grondaanvragen. Dus alle nieuwe aanvragen zijn nu in de tool. Er is ook nu een oefening een parallel daaraan om terug te gaan in tijd. Vanaf 2018 terug in tijd om alle aanvragen daarin in te voeren. Maar dat is dingen als bestemmingswijziging en overige andere varianten. Dat hebben we, daar gaan we nu mee starten. Maar dus alle nieuwe aanvragen worden nu in de tool ingevoerd. Er is nog een belangrijk aspect, alles wat te maken heeft met het geometrische, alles wat te maken heeft met kaarten, dat wordt nu nog alleen gescand. Maar het is wel de bedoeling dat dat uiteindelijk ook ingetekend wordt. Maar dat is voor later. Dus nu is het, als u als burger hier een nieuwe grond komt aanvragen of domeingrond komt aanvragen, dan wordt je dossier direct elektronisch opgebouwd, waardoor je eigenlijk meer zekerheid hebt en vertrouwen kunt hebben dat je dossier daar staat op een server en niet alleen op een boekenrek. Juist. Okay. Kan de burger dit proces ook ergens digitaal volgen? Het is mogelijk. Zo'n online portal waar je dan met je aanvraagnummer de status kunt zien. Het is zelf bij andere organisaties geïmplementeerd. We moeten nu goed kijken hoe we die server die nu bij eGov is, hoe we het toegankelijk kunnen maken voor de buitenwereld. Want je hebt met heel veel veiligheidsaspecten te maken. Maar technisch is het mogelijk. En de wens is er ook, want dan ben je met je optimale transparantie bezig, dat je de burger direct een LAD-nummer geeft en direct de status laat zien. Maar we moeten kijken naar de beveiliging daarvan. En daarvoor moeten we bij de eGov-commissie terecht. Even het kort de stappen uit die worden uitgevoerd in het systeem wanneer er een aanvraag binnenkomt. Ja, dus stelt u zich voor dat u zou komen en dan komt u hier aan de balie, aan de front office noemen we dat. U komt met uw verzoekschrift, alle nodige onderliggende stukken. En dan doet de balie-medewerker direct een screening on the spot van hier heb je alle minimale vereiste documenten bij jou. Ze gaat het dan scannen en invoeren. En terwijl ze het invoert, en je moet je voorstellen, soms zijn er honderden mensen hier zo, het is druk, het is luid, het is chaotisch, helpt je systeem jou om te zeggen van hé, je bent per ongeluk vergeten een nationaliteitsverklaring op te uploaden. Dus je kan dat niet vergeten. Dus het systeem begeleidt je nu erdoorheen dat je bij de intoetsing van de aanvraag eigenlijk de minimaal vereiste documenten hebt. En dan gaat het naar de back-office en zij gaan screenen op de inhoud. Dus zijn er postzegels geplaatst, zijn er handtekeningen geplaatst. En als dat niet zo is, dan zet je de status van de aanvraag op meer informatie nodig. In de toekomst kan je een sms krijgen als aanvrager van hey, ik ben vergeten te ondertekenen, maar nu is dat nog niet ingebouwd. Again, het heeft met veiligheid te maken. En dan gaat het van front office ingediend, je hebt je LAD-nummer gehad, back office screening voor de inhoudelijke documenten en dan gaat het naar grondregistratie waar we nu zijn. Dan wordt er gekeken in de grondregisterboeken, loopt er al een aanvraag, heeft iemand al aangevraagd, zo ja, dan hoeft grondinspectie niet in het veld te gaan, zo nee, dan gaat het dossier naar grondinspectie, dan gaan zij in het veld onderzoek doen. Is de locatie, is het wel geschikt voor bebouwing, is het geschikt voor landbouw? En dan geven ze advies en dan wordt er een beschikking opgemaakt door de juridische afdeling. En dat wordt gescreend door directie en dan wordt het ondertekend als alles oké is. En dan heb je je uitreiking van de bereidverklaring. En dan moeten de aanvragers binnen een paar maanden voldoen aan wat verplichtingen. En dan krijg je de toewijzing. De automatisering van grondaanvraag zou in principe al veel eerder moeten gebeuren. We hebben natuurlijk een traject gehad
waarbij het proces toch wel is ingezet. Liever te laat dan nooit. Dat betekent dat de burger wat meer zekerheid heeft. Maar de policy is en de gedachtegang dat elke burger recht heeft op een stuk grond, dat we dat in de praktijk kunnen concretiseren. En op een manier waarbij het de burger geen irritatie geeft, te lang wachten, dubbele uitgiftes, allerlei andere problemen die wij kennen met betrekking tot grondaanvraag en gronduitgifte, dat wordt weggewerkt. Dat is de weg die is ingeslagen. Wij gaan natuurlijk vervolgen met het verder automatiseren en ervoor zorgen dat de achterstand die er is middels digitalisering ook overzichtelijk wordt gemaakt en op basis daarvan wij die garantie kunnen geven aan de burger dat als ze een grond hebben aangevraagd, een stukje domeingrond, dat het proces van afhandeling zo snel mogelijk plaatsvindt. Dat betekent ook dat die burger dan in zijn ontplooiing, in de ontwikkeling, ook van het land in het algemeen, dat we daar een betere fundament aan hebben gegeven. Dus die automatisering is, als we kijken naar de individuele burger, voor die burger een plus. Maar als we het groter plaatje bekijken, dan is het voor ons land, Suriname, moet het betekenen dat we sneller zaken kunnen afhandelen. De economisch gezien, sociaal-maatschappelijk gezien, moet dat een verbetering betekenen.